werk bij het NIOD. Ik ben hier informatie- en collectiespecialist. En dat betekent eigenlijk dat ik mensen help met onderzoek doen in de archieven. En ik doe zelf onderzoek in de archieven op aanvraag. De publieke dienstverlening dus eigenlijk. Maar vanuit mijn studie, Holocaust en Genocide-studies en antropologie, ben ik gespecialiseerd in de oorlog in voormalig Joegoslavië. En ik heb voor mijn masterscriptie veldwerk gedaan in Bosnië. En daar heb ik onderzoek gedaan naar de rol van religie in het verzoeningsproces. De oorlog in voormalig Joegoslavië was eigenlijk een oorlog die door velen wordt gezien als een etnische oorlog. Sommigen zagen ook als een burgeroorlog. Maar het kwam er in ieder geval op neer dat toen Joegoslavië uit elkaar viel in 1989, dat er toen een soort wedloop was van de verschillende nationaliteiten binnen het land. Joegoslavië was een republiek en dat bestond uit verschillende republieken. En ten tijde van Tito, dus die is eigenlijk leider van Joegoslavië geweest vanaf de Tweede Wereldoorlog tot zijn dood, 1980. Die heeft eigenlijk altijd onder een soort van communistisch idee, brotherhood and unity, heeft die Joegoslavië bij elkaar gehouden en alle verschillende republieken en nationaliteiten bij elkaar gehouden. Er zat een heel complex politiek systeem achter. En op het moment dat Tito doodging, ontstond er een soort vacuüm en was er eigenlijk geen aangewezen leider. En ontstond er een wedloop tussen de verschillende republieken over wie eigenlijk de leiding zou hebben over Joegoslavië. Er was nog veel oud zeer, veel oud leed van vorige conflicten. En eigenlijk voelde elke republiek voelde er niets voor dat de andere republiek aan de macht zou zijn. Of iemand anders van een andere nationaliteit. En dit leidde ertoe dat één voor één de landen zichzelf onafhankelijk gingen verklaren. Het begon met Slovenië. Maar Slovenië was een vrij homogeen land. Daar woonden eigenlijk voornamelijk alleen Slovenen. Dus dat was nog niet zo'n probleem. Maar toen Kroatië zich daarna onafhankelijk ging verklaren, toen ontstond er een conflict, omdat er op veel plekken in Kroatië veel Bosnische moslims wonen en veel Serviërs. Kijk, als je een republiek bent geweest voor zo lang, veel van die volken die zijn ook op verschillende plekken binnen de republiek gaan wonen, ook al eerder, veel langer geleden in het verleden. Dus op veel plekken waren mensen bang dat zij in de minderheid terecht zouden komen waar ze voorheen met z'n allen gelijk waren. En toen ontstond er een conflict in Kroatië. En toen Bosnië zichzelf onafhankelijk ging verklaren in 1991, ontstond er ook conflict in Bosnië. Bosnië is eigenlijk het land wat het meest etnisch heterogeen is. Er wonen veel Bosnische Serviërs, veel Bosnische moslims en veel Bosnische Kroaten. En de Bosnische Serviërs die pikten het niet dat Bosnië zichzelf onafhankelijk ging verklaren. En daar ontstond toen eigenlijk een oorlog. Het wordt vaak gezien als een etnische oorlog. En een van de termen die veel werd gebruikt was ook etnische zuiveringen. Wat er gebeurde was dat op plekken waar voorheen heterogene samenlevingen waren, dus in een dorpje waar bijvoorbeeld Bosnische Kroaten en Bosnische Serviërs en Bosnische moslims met elkaar woonden, daar dat werd gezuiverd van een van de verschillende partijen. Vooral in Noord- en Oost-Bosnië gebeurde dat door de Bosnische Serviërs. Dit waren vaak milities die dan die dorpjes ingingen en vonden dat dat van Servië hoorde, dat dat aan de Serviërs toebehoorde. En die zuiverden dat dus van de Bosnische moslims en de Bosnische Kroaten. Nu is het zo dat in voormalig Joegoslavië en in de landen nu nog steeds, is het niet alleen dat je een bepaalde etniciteit hebt, maar daar hangt ook vaak een bepaalde religie aan vast. Eigenlijk kan je zeggen dat bijna alle Serviërs zijn Servisch-orthodox van religie. Alle Kroaten zijn Rooms-katholiek en het overgrote deel van de Bosniërs zijn Bosnische moslim. Daarom worden ze ook Bosnische moslims genoemd. Ze hebben nu sinds de oorlog hebben ze daar een andere term voor gegeven, want ze worden nu liever Bosniak genoemd. Maar ten tijde van de oorlog werd het Bosnische moslims genoemd. En het feit dat dus je etniciteit zo overlapt met een bepaalde religie, zorgt er ook voor dat het een hele religieuze oorlog werd. Religieuze symbolen werden gebruikt,
religieuze leiders riepen op tot geweld. Religieuze gebouwen, dus kerken en moskeeën, die zijn systematisch vernietigd en niet opnieuw opgebouwd. Begraafplaatsen zijn vernietigd. Er zat ook een hele ideologie achter vanuit Servië, van Greater Serbia. En dat had ook een heel mythische en religieuze redenen en betekenissen. En dat werd allemaal gebruikt tijdens de oorlog. En mijn interesse in het onderwerp was daardoor ook een beetje... het was een communistisch land. Religie is in principe verboden in communistische landen. En toen kwam er een oorlog waarin er een ontzettende religieuze opleving was. En hoe wordt religie dan nu beleefd na zo'n periode van eigenlijk onderdrukking van religie en religieuze opleving? En nu dan ten tijde van vrede, hoe wordt er nu naar religie toegekeken? En is er misschien ook een mogelijkheid dat het iets positiefs kan brengen? De oorlog is afgelopen en dat is eigenlijk een soort van afgedwongen. Geen van alle, tenminste de partijen wilden op zich wel stoppen met vechten, en vooral de Bosnische moslims. Srebrenica was natuurlijk gebeurd in juli 1995. En eigenlijk de internationale gemeenschap had zoiets van, er moet nu vrede komen in Bosnië. Toen is er een vredesakkoord gesloten, de Dayton-vredesakkoord. En daarin is eigenlijk Bosnië opgesplitst in twee delen. Het ene gedeelte, de federatie, is 51% van het land en de Republika Srpska is 49% van het land. Zo hebben ze het precies opgedeeld, maar nog wel ervoor gezorgd dat de andere kant net een procent meer heeft. Maar eigenlijk is er dus nooit een moment gekomen waarin de twee partijen met elkaar hebben gesproken en hebben kunnen zeggen van, goh, dit is er gebeurd, dit is er gebeurd, dit was verschrikkelijk, maar we vergeven elkaar of we begrijpen dat we allebei leed hebben gehad. Eigenlijk zijn dingen die in het verleden zijn gebeurd en dingen die tijdens de oorlog zijn gebeurd, zijn niet besproken. Die worden ook niet besproken. Elke etnische groep of elke nationaliteit heeft zijn eigen verhaal over wat er is gebeurd. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de genocide in Srebrenica, dan zeggen de Bosnische Serviërs, het was geen genocide. De Bosnische moslims zeggen, we zijn onschuldig, vermoord, gehandboeid, dit was een genocide. Dus wat dat betreft zijn die twee kanten staan tegenover elkaar. En aan de andere kant heb je dan ook de Bosnische Kroaten die weer hun eigen verhaal hebben over dingen die zijn gebeurd in het Bosnisch-Kroatische gedeelte. En zolang die verhalen nog zo tegenover elkaar staan, is het ontzettend moeilijk om enigszins een verzoeningsproces, om iets met elkaar te verzoenen. Religie heeft in die zin wel een hele mooie functie, want ik heb wel initiatieven gezien van een van de drie partijen die dan Bridging the Gap doet en die dan de andere partij kinderen erbij haalt om bijvoorbeeld een religieuze klas te doen. En ook veel aan die kinderen te leren van, goh, weet je eigenlijk wel wat het inhoudt om moslim te zijn? Weet je wel wat het eigenlijk inhoudt om Serbisch-Orthodox te zijn? Het leven heel erg, in principe heel erg langs elkaar heen. Je hebt Bosnisch-Servische dorpjes, Bosnische moslimdorpjes, Bosnisch-Kroatische dorpjes. En er is niet heel veel contact tussen de verschillende nationaliteiten. En er zijn vanuit religieus oogpunt wel mensen die dat proberen te bewerkstelligen. Dat kan je ze ook niet echt aanrekenen, want niemand heeft ze daar iets over verteld. Er wordt geen les over gegeven. En dat zorgt er wel voor dat eigenlijk de ander binnen dezelfde samenleving als zo vreemd wordt gezien, dat het ook eigenlijk heel eng wordt om diegene te benaderen of daarmee in contact te komen. Ook mensen die de oorlog hebben meegemaakt, die dan met elkaar gaan praten van, goh, ik heb dit meegemaakt. Ik was in Sarajevo en het Bosnisch-Servische leger kwam en die hebben mij uit mijn huis gehaald en weggestuurd. En dat dan de andere partij bijvoorbeeld zegt van, oh goh, ik was daar en daar en toen kwam het Bosnische moslimleger en die heeft mij uit mijn huis gehaald en weggestuurd. En dan zijn er twee verschillende verhalen die dus wel overeenkomen. En dan kunnen ze misschien soms in elkaars leed wel elkaar vinden. Het is niet alleen dat bijvoorbeeld ik het vind dat het religieuze dialoog moet worden bevorderd en dat er meer tijd en moeite moet worden gestopt in religieuze educatie. Het is een verzoeningsproces, kan niet alleen worden gefocust op een van de verschillende facetten die er in een samenleving zijn. De kracht zit nu in de generatie eigenlijk die niet per se heel bewust de oorlog heeft meegemaakt, die heel graag boven die etnische en nationalistische grenzen wil stijgen en eigenlijk wil gewoon werken aan een betere toekomst. Maakt niet uit voor wie.
ik heb goede hoop voor de jeugd. En het is zeker zaak dat er over de oorlog wordt blijven gesproken. En wellicht dat het dan... Ik zie wel lichtpuntjes aan de horizon. Alleen, er zijn nog veel hordes om te nemen.